de Verhoeven, jij hebt zojuist afscheid genomen van de gemeenteraad in Teylingen. En je hebt daarvoor een prachtige onderscheiding ontvangen. De Jacobe van Beieren, Peng, die kunnen wij als goed eens een beetje zien. Wat gaat er nu door jou heen? Zeer vereerd dat ik hem in de ontvangst heb mogen nemen. Ja, sowieso deze avond is eigenlijk een soort déjà vu gevoel. 2,5 maand geleden mijn vertrek aangekondigd. En dan stap je hier nu voor een laatste keer binnen. En ook waar ik in mijn afscheidspiece al naar refereerde. Ja, wat dat betreft heel bijzonder hoe dat raadslidmaatschap als een rode draad door mijn studie, maar ook door het begin van mijn carrière heeft gelopen. Neem ons eens even mee, want jij bent in 2016 eigenlijk in de politiek gerold en in 2018 ben je in de gemeenteraad terechtgekomen. Bedoel, dat was je nog 19 jaar jong. Vanwaar die ambitie? Bij het begin begon dat ook heel erg studiegerelateerd. Onwijs geïnteresseerd in de complexe maatschappelijke problematiek. Nou ja, dan stap je hier binnen in die wondere wereld. Het is wat dat betreft een uit de hand gelopen hobby. Je bent meteen verslaafd. En op een gegeven moment in die tweede raadsperiode ben je met voorkeurstemmen gekozen. Dat doet denk ik wel wat met je. Ik geloofde het heel eerlijk niet. Want ik moet zeggen dat ik, wel weet ik nog goed, dat in 2018 had ik een stuk of 95, 90, hangen we er niet aan op. En daarna richting de 350. Ja, ik moet zeggen, dat was wel even van wow. Heel bijzonder. Ja, en toen ben je ook voorzitter geworden van de commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur. Maar vooral duurzaamheid, hè, want dat spreekt jou enorm aan. En dat is eigenlijk wars van een VVD'er. Ja, maar ik moet zeggen dat toen ik dat onderwerp in 2018 oppakte, juist omdat de VVD er vrij weinig mee deed en je dus ook vanuit de landelijke VVD wat dat betreft geen richtlijnen had, had je dus zoveel ruimte om daar je eigen invulling aan te geven. En ook, dat is ook ideaal dan om als 19-jarige, om daar echt je eigen draai in te gaan vinden en daar ook gewoon een draai aan te geven. Dus wat dat betreft ook gewoon een ideaal onderwerp om mee te beginnen. Dus jij was voorzitter van die commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur. En jij refereerde er ook net aan in jouw, je toespraak richting de raad, dat je het best wel op een gegeven moment lastig vond met 10 fracties. Kun je dat toelichten? Ja, dat is natuurlijk ook wat politiek spelletje. 10 fracties, ja, iedereen wil wat. Die wil het maximale eruit halen. En dan is het ook wel de kunst als voorzitter om daar goed mee om te gaan en toch te zorgen. Ook een belofte die ik over jou persoonlijk toen had gemaakt. Toen ik aantrad als voorzitter, om toch te zorgen dat het qua vergadertijd gewoon behapbaar blijft. En dat is gelukt. Kan ik toch in alle bescheidenheid zeggen. Dan maakt hij niet altijd vrienden. Nee, maar goed, zit je hier om vrienden te maken? Het is en blijft politiek en heel eerlijk, niks te nadelen van de collega's. Ik denk dat we daar met z'n allen heel netjes uitgekomen zijn. En jij mocht af en toe ook burgemeester Breuven vangen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Dat is ook wel een hele bijzondere eer om te doen, hè? Zeker gezien mijn leeftijd, denk ik. Ze refereerden er zelf al aan. Ja, ben je de jongste van Nederland? Geen idee. Maar verder ook niet zoveel uit. Maar het was gewoon heel leuk om ook dat mee te kunnen pakken. Ja. Goed, nu heb je afscheid genomen formeel. Wat is de belangrijkste reden vanwege dat je afscheid hebt genomen? Wat gewoon heel lastig is met raadslidmaatschap. Hè? Het vergt heel veel inzet en energie om het op een goede manier vorm te kunnen geven. Ik ben aan de slag gegaan als adviseur bij PBOQ. Daar ben ik gewoon dat is gewoon een intensieve baan, meer dan 40 uur. Dat is sowieso lastig te combineren dan met het raadslidmaatschap. Bij mij gaf het uiteindelijk wel de doorslag dat ik eigenlijk onderuit ben gegaan op het sportveld. En vervolgens met zware knieblessure te maken had. Waarbij mij ook gewoon werd medegedeeld van je moet nu echt keuzes gaan maken. En dat heb ik dan helaas ook moeten doen. Ja, dat heb je volgens mij wel met pijn in je hart gedaan, hè? Zeer zeker. Het was een heel moeilijk besluit, ja. Goed, je neemt nu afscheid. Maar sluit jij niet uit dat je over een jaar of 5, 6, 7, 8... weer terugkomt in de politiek? Over 2 jaar zijn er weer verkiezingen, dus wie weet. Oké, ik wens jou veel succes in jouw maatschappelijke carrière. Dankjewel, Kok.